Landen in het Caribisch gebied hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk het coronavirus de baas te zijn. Dat zei minister Ildis Polak-Biglie van Buitenlandse Zaken gisteren in het parlement, waar uitgebreid is gesproken over het virus dat momenteel ook in Frans-Guyana slachtoffers heeft gemaakt. De bewindsvrouw zegt dat Suriname steeds overleg pleegt op regionaal niveau. In ieder geval is de impact in deze regio, daar praat ik over de Caribische regio, CARICOM, nog van die aard dat wij geen gevallen hebben geregistreerd. Maar wat zien we wel, is dat vanwege onze geografische positionering we wel te maken hebben dichterbij van huis met het COVID-19 geval. Dat gezegd hebbende wil ik verwijzen naar de oproep van de voorzitter van de CARICOM, Prime Minister Motley, dat behalve wat de ondervoorzitter heeft gehighlight, dat is gezegd door de WHO-directeur, dat het niet de tijd is voor paniek, het is niet de tijd voor vrees, maar meer één waarbij we solidair moeten zijn en feiten moeten uitwisselen met elkaar en niet verkeerde informatie moeten stimuleren. Ildis Polak-Biglie ondersteunt de beslissing van minister Antoine Elias van Volksgezondheid om de oostelijke grens niet te sluiten. Er is volgens de bewindsvrouw ook continu overleg met de Franse autoriteiten. Ik wil als eerste aangeven dat het gebied waar we op dit moment horen over het virus heel dichtbij grenst bij het district Marowijne. En het is een grensgebied. We hebben te maken met de grensrivier, dus is de ambassade van Frankrijk hier te landen in nauw contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar ook de gezondheidsautoriteiten in zowel Saint-Laurent, Cayenne, in contact met die in Suriname. Dat is niet nu het geval, maar vanaf het moment dat wij op de hoogte werden gebracht van de 5 gevallen die bevestigd zijn door de Franse autoriteiten. De constante monitoring en uitwisseling van waardevolle informatie en communicatie zal dus op het hoogste niveau doorgaan. En hierbij is met name belangrijk dat coördinatie plaatsvindt, omdat we moeten vermijden dat informatie vanuit verschillende hoeken komt. En daarom onderstreep ik dat het ministerie van Volksgezondheid de enige officiële kanaal is die daartoe bevoegd is. Ildis Polak-Biglie, minister van Buitenlandse Zaken, gisteren in het parlement. Er zijn debatten gehouden over de maatregelen die Suriname heeft genomen om het coronavirus dat wereldwijd slachtoffers heeft gemaakt de baas te zijn.